Gazelle staat voor kwaliteit, voor service en innovatie. Vakmanschap, fietskennis en passie. Het merk Gazelle is zo sterk, echt een hele degelijke fiets. Kwaliteit, degelijkheid, een vervoersmiddel waar je de rest van je leven op kan rijden. Gazelle is betrouwbaar voor mij, maar ook sophisticated. Mooie fietsen, we besteden heel veel aandacht aan design. Het allermooiste van Gazelle zijn de mensen die hier rondlopen. Die hebben allemaal één gemeenschappelijke passie en dat zijn fietsen. Wat heel bijzonder is aan Gazelle is dat het de oudste nog steeds bestaande fietsenfabriek in Nederland is. Willem Kulling en Rudolf Aartsen waren twee vrienden hier in Dieren. En die besloten in 1892 om samen een fietsenfirma te beginnen. Zij wilden fietsen mogelijk maken voor iedereen, omdat fietsen toch iets heel begeerlijks had. De mensen konden afstanden gaan afleggen op eigen kracht. En dat maakt eigenlijk dat de fiets een teken werd van de vooruitgang in Nederland tijdens die 20e eeuw. En zij hadden al een visie op het geven van mobiliteit aan mensen. En dat is eigenlijk wat we nu nog steeds doen. Mensen te motiveren om te gaan fietsen en altijd te blijven fietsen. Gazelle heeft onder andere twee wereldoorlogen en een heleboel crisistijden overleefd. De Eerste Wereldoorlog leidde vooral tot een personeelstekort. De Tweede Wereldoorlog die was wel heel heftig voor Gazelle. Er viel een grote bom hier op de fabriek en aan het einde van de oorlog, terwijl Nederland de vrijheid vierde, stond Hendrik Kulling, de directeur hier voor de fabriek en dacht in tranen, alles is kapot, dit komt niet meer goed. Het kwam gelukkig wel goed, ja. Want na de oorlog wou heel Nederland op de fiets. De fiets staat eigenlijk symbool voor vrijheid. En zo konden gazellen in de fabriek weer aan de slag fietsen produceren voor die Nederlanders die zo graag weer op de fiets wilden. Gaandeweg de jaren 60 was er een nieuwe generatie directeuren. Drie broers Breuking stonden aan het roer van de fabriek en die hadden allerlei nieuwe plannen, nieuwe ideeën. Wim Breuking was een vrij sportieve man. Hij is wielrenploeg gaan sponsoren, hij heeft zijn eigen amateurploeg opgericht. En dat is ongetwijfeld overgeslagen naar zijn jongste zoon Erik Breuking. Gazelle stond natuurlijk centraal in mijn jeugd. Mijn vader was hier commercieel directeur. Het is een familiebedrijf, dus van jongs af aan zat hij daar al in. Als kleine jongen kwam ik hier graag. Ik vond het wel spannend om hier te komen kijken. Ik vond het het leukste om dan de hoek om te gaan, het kantoor bij mijn vader binnen en even aan zijn bureau te gaan zitten. En in alle laadjes te gaan. dat was het spannende van het hele verhaal. Ja. Bij mijn vrienden van school begon hij altijd over fietsen. Dan probeerde hij ze wel om te praten dat de ouders een gezellig fiets gingen kopen. Zo was hij wel. Ik had wel een racefietsje, dus het zat er wel in. Maar er was nog niet zo zekerheid dat ik zelf ook ging fietsen. Dat kwam pas vrij laat. Ik ben op 16, 17 jaar ben ik met wedstrijden begonnen. En ik had natuurlijk wel gelijk een mooie gezellig en een vrij nieuwe. En ik was toch wel het directeurszoontje dan in het begin. Maar ja, goed, ik hield snel stand. Dus ze hadden snel in de gaten dat ik wel een beetje mee kon. Zo begon het eigenlijk. Mijn vader kon heel goed met mensen over. En daar was hij heel goed in contacten leggen, ingangen vinden. De koninklijke familie zorgde dat hij op gazellen reed. Eind 19e eeuw ontdekte koningin Wilhelmina het fietsen. Juliana fietste, Beatrix fietst, Willem-Alexander, iedereen fietst. Ook de prinsessen zitten nu weer op de fiets. Ik denk niet dat je in andere landen prinsessen op zo'n manier, zo open, zo makkelijk op een fiets ziet zitten. Toen we 100 jaar bestonden, viel mooi samen met de productie van de 8 miljoenste fiets. Toen hebben we als enige Nederlandse fietsfabrikant het predicaat koninklijk mogen ontvangen van prinses Margriet. De 8 miljoenste gazelle werd afgemonteerd door prinses Margriet. Ze zette de stuurpen vast op het bouwhoofd en maakte de fiets daarmee rijklaar. In 2015, toen deze nieuwe fabriek werd geopend, hebben we ook koning Willem-Alexander op bezoek gehad om deze fabriek te openen. Dat is best wel leuk eigenlijk.
Als je nu kijkt en door de fabriek loopt, zijn nog steeds heel veel mensen verbaasd hoeveel handwerk en aandacht er nog steeds is van mensen aan de fiets. Ik vind het echt een superbedrijf. Je leert hier eigenlijk zo'n beetje alles wel van wat je van een fiets moet leren. Dat leren we in principe van onze leidinggevenden die aan de baan staan. En zodra wij het allemaal weten en het allemaal zelf kunnen, moeten we het ook natuurlijk zelf gaan doen. Ik moet zeggen dat het wel een hele goede leermethode is. De collega's hier die zijn echt geweldig. De sfeer hier op de baan is echt supergoed onderling. En we doen buiten het bedrijf om, doen we ook nog wel eens wat met de collega's. En dat maakt de sfeer denk ik heel goed. Toen ik 14, 15 jaar was, heb ik hier vakantiewerk gedaan. Ik stond achter de lopende band bagagedragers op monteren. En ik heb ook nog een aantal weken gewoon banden omleggen. Ja. Gewoon even te weten wat het is op de werkvloer te staan. Als je eenmaal achter die lopende band stond, moest je natuurlijk even hard werken als iedereen. Dat werd geen onderscheid gemaakt. Gewoon op tijd zijn en 's avonds om 5 uur kon je weer weg. Binnen Gazelle maken we nog 1 fiets, de Tour Populaire. En die fiets biezen we nog. En dan waar we echt met de hand de belijning op de spatborden aanbrengen en rond het balhoofd. Dat is eigenlijk de voorkant waar de stuurbuis doorheen loopt. Biezen is echt vakmanschap. Waarbij je met je eigen vingers moet proberen de afstand tussen het spatbord en de lijn goed constant te houden. Dat dat gewoon strak uitziet. Ik denk dat dat een van de stappen is binnen het Gazelle proces waar we nog steeds ontzettend trots op zijn. Ik heb het ooit mogen proberen en na 10 minuten werd mij toch vriendelijk verzocht iets anders te gaan doen, want dit duurde te lang. Je ziet dat toch vakmanschap voor nodig is om dat te doen. Een stukje daartussen is ook nog dat we zelf transfereren. Transfereren moet je zien als tussen de laklagen komt er een heel dun stikkertje. Met een woord, een icoontje. Die doen wij tussen de lagen om het zo te waarborgen dat dat kwalitatief altijd goed in elkaar zit. Nu zie je een hypermoderne fabriek achter je waarbij elke 90 seconden nog steeds met veel aandacht en mensenwerk een fiets van de band rolt. Wij hebben hier 3 assemblagelijnen. Dus eigenlijk als je zo kijkt, per 30 seconden komt er een nieuwe fiets hier uit de Gazelle fabriek. Op jaarbasis staat 250.000 fietsen. In het begin met Arendsen en Kulling werd er reclame gemaakt door Gazelle, wat toen een heel nieuw fenomeen was. Er werd een stripheld bedacht, eigenlijk al in 1912. En die is decennia lang heel populair geweest. Piet Pelle op zijn Gazelle, die vernieuwend was omdat het in de etalage als cartoon werd getoond. Er werden posters van gemaakt, speltjes. En daarmee werd eigenlijk de jeugd al gestimuleerd en enthousiast gemaakt voor fietsen. En wat je nu ziet is dat we bijvoorbeeld met sponsorship, we tonen onze maatschappelijke betrokkenheid om te laten zien dat die fiets het beste vervoermiddel is voor de kortere afstanden. Daarmee de luchtkwaliteit verbetert. En dan zijn we bijvoorbeeld de samenwerking met het Longfonds aangegaan om steden schoner en milieuvriendelijker te maken. En daarin de fietsmobiliteit te promoten. De oprichters Kulling en Arendsen maakten nog wel eens een wandeling. Een paar straten verder begint eigenlijk al de Veluwe. Dan zie je herten. En hij trok meteen een soort van parallel met de elegantie, sierlijkheid en snelheid van dat dier. En kwam toen op die naam Gazelle.
ons logo. Het begon met een afbeelding van een bok die naar links keek, gevat in een wiel met spaken. Later zie je dat dat steeds gestileerder wordt, zodat het beeldmerk herkenbaarder en makkelijker te lezen werd. Het is geel, wat de kleur van energie is. En de achtergrond is blauw, wat staat voor kwaliteit en veiligheid. Gazelle heeft ook een aantal iconische modellen in de loop der jaren natuurlijk gebracht. Eentje maken we er nog steeds, dat is de Tour Populaire. Deze fiets die wordt nog steeds met alle details van vroeger geproduceerd. Het is echt een klassieker. Als je kijkt naar onze nieuwe Ultimate, dat is echt wel een nieuwe richting voor Gazelle, waarbij er zoveel mogelijk naar integratie is gestreefd. Deze fiets zit een beetje tussen comfort en heel sportief in. Dikke banden worden die comfortabel rijdt. En qua design ziet er mooi geïntegreerd uit. De batterij is mooi weggewerkt. We hebben hoge verwachtingen van deze fiets. Een ander model waar Gazelle heel bekend om staat is ons Orange model. Dat was de eerste fiets waarbij de onderbuis uit één geheel ontstaat. Dat is binnen Gazelle de meest populaire, meest verkochte model nu nog steeds. De Orange. De concept number one fiets heeft heel veel tongen losgemaakt omdat het een heel nieuw visueel beeld oplevert. Dat is een toekomstvisie die we hebben gedaan met de opkomst van verdere elektrificatie en dat de fiets onderdeel gaat worden van het internet. Dus ik zeg van een soort toekomststudie. Door integratie van accu en motor op een hele nieuwe manier te ontwerpen, heeft die fiets wel gezorgd voor een nieuw iconisch beeld in de fietsbranche. Binnen Gazelle is kleurstelling en styling heel belangrijk. Nou, goed weten wat er in de designwereld gebeurt. Weten wat er in de Milaan fashion shows gebeurt. Hè, zodat we eigenlijk ook op de laatste trends van de designwereld kunnen meegaan. Het kan bijvoorbeeld op kleur. Je kunt je voorstellen dat als jij een sportieve fiets hebt. Als je die fiets rood maakt, dat geeft dan een bepaalde dynamiek met die fiets mee. Zodat de fiets eigenlijk een soort van personalisatie is van jezelf. En we gebruiken tegenwoordig ook AR. Dat staat voor Augmented Reality. Een van de voorbeelden van augmented reality is deze iPad. We kunnen met deze iPad eigenlijk de fiets laten zien zoals de consument hem wil configureren. Je kunt eenvoudig die fiets in beeld slepen. We hebben hier een damesmodel rood. En zeggen, goh, ik vind toch een herenmodel, vind ik mooier. En hij verandert in een hoge doorstap. Ik kan de kleur veranderen. Ik kan zeggen, joh, kijk eens, hij wordt blauw of zwart. Welke kleur je ook wilt hebben. En we kunnen samen ook details bekijken. We kunnen het detail bekijken van het achterlicht. Je loopt hier naartoe en je ziet het achterlicht. Of we kunnen daar naartoe lopen. En, we zien hier de voorlamp. En ook die voorlamp die kunnen we in principe wijzigen met een batterij of een naafdynamo. Dat kunnen we laten zien. En de consument kan ook meteen zien hoe die eruit ziet. Fietsen doe je voor je gezondheid. Fietsen doe je omdat je het leuk vindt. En dat zal over 50 jaar precies hetzelfde zijn. De komende 50 jaar gaan we alleen maar meer en meer fietsen. En de e-bike neemt op dit moment een enorme vlucht. Iedereen kent klimaatverandering, iedereen kent verstopping in steden. Een fiets is een fantastisch alternatief. Ik denk dat het nu heel actueel is dat er weer meer op de fiets gezeten moet worden en minder in de auto. We zijn goed op weg in de landen om ons heen, maar we zijn nu ook in Amerika aan de slag. Waarbij je ook daar ziet dat klimaat en leefbaardere steden heel belangrijker wordt gevonden. Als we maar ons mee ontwikkelen met maatschappelijke behoeften, dan zullen we er zeker ook Gazelle, niet alleen de fiets, maar ook Gazelle er over 50 jaar nog steeds zijn. Thank you.